maken. Ja, ik zoek iets. En die was Ben ik dat? Andere Zeeland. Ja, serieus. Moet je serieus? Oh, ja, maar ja, dag Monique, hoe is het met je? Nou, ik ben een beetje moe. Ja, ik zag je er net slager af in het magazijn. Ja, ja, het is echt een klus. Maar, ja, want jullie hadden een hele week om alles hier te herindelen, op te knappen. Ja, nou maandag en dinsdag hebben de werkmannen hebben alles verbouwd. En vanaf woensdag zijn wij de winkel weer gekomen. Om alles weer opnieuw in te delen, te vullen, schoon te maken. En daar zijn we nu nog mee bezig. Ja, dat is, ja, want het is nu begin vrijdagmiddag en morgenochtend heropen. Morgenochtend gaan we om 10:00 open en dan moet het dus allemaal strak en klaar zijn. Dus we gaan vanavond nog even door totdat het helemaal piekfijn in orde is. En dan morgen gewoon weer knallen. Hey, maar Monique, wat is er zoal allemaal veranderd? Hè? Want ik zie hier al een hele grote boom. We hebben een hele mooie eikenboom in de winkel. Ja. De sfeer van naar buiten, outdoor. Hè? Wat wij natuurlijk heel veel artikelen voor hebben in de winkel. Om dat uit te stralen. De indeling is veranderd naar... Ja, daar hebben mensen natuurlijk weer goed over nagedacht. Van waar zit je wat... Om de klanten zoveel mogelijk een beleving te geven van ik ga naar buiten en wat heb ik allemaal nodig. Het magazijn bij ons is uitgebreid waardoor we wat andere dingen op andere plekken in de winkel hebben staan. Dus het is vooral een nieuwe indeling volgens een nieuw concept, zeg maar. Ja, precies. Want ik zie nu ook zo achter die pop die nog aangekleed moet worden natuurlijk. Ja, die moet nog aangekleed worden. Daar zie ik zo'n oude paddenstoel. Ja. Dat vind ik wel gezellig. Leuk om de toeristen die bij ons ook veelvuldig binnenkomen te laten zien waar wat ligt. Ja, precies. Terra Maris zie ik al. Ja. En ik zag ook mooie nieuwe kleedkamers achterin met leuke teksten. En, noem het allemaal maar op. Ja. Maar op zich het assortiment wat jullie voeren en de diensten die jullie leveren. Dat is niet veranderd. Nee hoor. Het is puur de indeling van de winkel. Ja. Dus wat we verkopen en wat we doen voor de klant is gewoon hetzelfde gebleven. En jij Monique, want ik zat vorige keer toen ik hier even was komen kijken nog naar de oude indeling, dat 2 weken terug. Toen zat ik ook een beetje in de geschiedenis te graven van AWB in Middelburg. Ik werk hier al vanaf het begin. Echt waar? Ja. En dat is dus vanaf? 1997. Oh, dus jij bent echt een oud gediende. Maar jij bent ook de bedrijfsleider hier? Of de store manager, ik weet niet hoe AWB dat noemt. De supervisor noemen ze tegenwoordig. Oh, er komt hier een pop aangerold. Kijk, dat gaat hier allemaal door. Ja, dat zijn echt de laatste puntjes op de i daar. Ja, we zijn nog druk bezig. Nee, maar jij hebt heel wat jaren meegemaakt, dus ook heel veel veranderingen. Ja, ik ben tussendoor ook in andere winkels werkzaam geweest, maar in beginsel hier en een uitstapje naar Terneuzen, uitstapje naar Goes. Maar nu weer in Middelburg. Een echte Zeeuwse beer, ja. Maar je bent wel blij met alle veranderingen. Zeker. Het is even aanpoten met z'n allen, maar dan krijg je er ook wat moois voor terug. We zijn heel blij met het resultaat straks, ja. Nou, super om te horen. Ik wens je heel veel succes met de laatste loodjes en plezier met de open. Het is morgen Middelburg voor koren. Ja, dus het zal druk zijn. Ze komen zo bij je binnenrollen, al zingend. Ik hoop dat ze allemaal even komen kijken. Nou, komt helemaal goed. En geniet ervan. Dankjewel.